De Surinaamse Bankiersvereniging heeft tijdens het onderhoud met de regering een pleidooi gehouden voor het gezond maken van de Surinaamse economie. Voorzitter Jim Boussaid noemt het gevoerde onderhoud nuttig. Hij heeft de regering gevraagd door te gaan met haar plannen om de economie te stabiliseren. Een stabiele economie is nou eenmaal de voorwaarde voor het aantrekken van investeringen. Het pleidooi van de bankiersvereniging is onder andere voor het privatiseren van overheidsbedrijven, omdat het investeringsmogelijkheden kan creëren voor Surinaamse bedrijven, zegt Boussaid. We hebben ook een pleidooi gehouden voor investeringen in de energiesector, met name de alternatieve energiesector. Ook een pleidooi gehouden dat het Jaikrik-Vedra-project misschien weer van tafel wordt gehaald. Wij denken dat dat een goed project is. En aangegeven waar een mogelijkerwijs wat goede mogelijkheden zijn voor investeringen in Suriname. We hebben ook gepleit dat er wordt nagegaan welke fiscale stimulansen kunnen worden gegeven aan bedrijven die dus investeren. We hebben de meeting als nuttig ervaren. Er is ook gesproken over investuur. We hebben dat ondersteund. Wij denken dat het van belang is dat investeerders, Surinaamse en buitenlandse investeerders, een one-stop agency met die kunnen dealen, zodat de hele bureaucratie van de overheid kan worden omzeild. Dus om kort te zijn, we hebben de meeting als nuttig ervaren. We hebben wat nuttige suggesties gedaan. Er is toegezegd dat die worden meegenomen, dan volgt een meeting. We hebben ook een sterk pleidooi gehouden voor outsourcing van diensten vanuit het buitenland, vooral vanuit Nederland. Wij denken dat daar veel potentie in zit, ook op het punt van werkgelegenheidscreatie, waardoor mensen vanuit de overheid zouden kunnen doorvloeien naar de outsourcesector. Boussaid hoopt dat de regering de aan haar gepresenteerde ideeën zal overnemen. De problematiek waar Suriname voor staat is niet eenvoudig, zegt de voorzitter van de bankiersvereniging. De overheidsfinanciën staan nog steeds onder druk, maar er zijn plannen om die druk op korte termijn te verlichten. De ideeën die hiertoe moeten leiden, moeten echter naar beleid worden omgezet, zegt Boussaid. Kijk, het is duidelijk dat er pijn moet worden verdeeld in de samenleving. En het is erg van belang dat die pijn goed wordt verdeeld, zodat de sterkere in de samenleving de grootste bijdrage leveren. Maar dat ook, en daar kan een verbetering optreden, een goed sociaal vangnet wordt opgezet, zodat de zwakkere in de samenleving toch een zekere compensatie kunnen vinden. We hebben dus aangegeven dat bij de uitvoering van een structureel aanpassingsprogramma, zoals het nu wordt uitgevoerd, er een sequentie is. In de eerste fase neem je de stabilisatiemaatregelen op het gebied van de overheidsfinanciën, op monetair gebied, wisselkoersgebied. In fase 2 kom je op dus de groei- en herstelmaatregelen. We hebben dus een beroep gedaan om prioriteit te geven aan het stabiliseren van de economie, want het beste klimaat om te investeren is een klimaat waarbij er rust is en stabiliteit, een lage inflatie, wisselkoersstabiliteit. Want in zo'n klimaat kan gepland worden. Dan kunnen investeerders hun kosten en opbrengsten en hun winst plannen. Dus voor het succes voor het investeringsprogramma dat op stapel ligt, is stabilisatie van de economie erg van belang. De kwestie cambio's en wisselkoersen is tijdens dit onderhoud niet aan de orde gekomen. Mogelijk zal dit bij de volgende meeting wel ter sprake komen. Aldus de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Jim Boussaid, gisteren na het onderhoud welke zij hebben gehad met de regering.